De professor heeft wat zitten amuseren om speciale muntstukken te maken met zijn Galvaux Fiber Laser. De professor had nog enkele oude buitenlandse geldstukjes liggen die geen waarde hebben. Hij kreeg daar nergens nog geld voor. Hij kwam op het idee om daar iets anders van te maken. Zoals je ziet, lasert hij eerst de originele laag weg en dan laat hij een ronde doen aan een hogere frequentie, zodat het opgekuist wordt. Daarna begint het echt te laseren en op het laatste doet hij weer zo'n opkuisronde. Dit is de kop en daarna begint hij de muntzijde. Daar hij met artificiële intelligentie bezig is, heeft hij mijn Nancy gebruikt als onderwerp voor een toekomstmunt. Deze munt heeft hij gedateerd op 2054. Na het laseren zagen ze er te goed uit, maar met diverse chemische producten heeft hij zijn oudere uitzicht kunnen geven. Daarna heeft hij ze bestraald met zijn zelfontworpen ongevaarlijk, lichtradioactieve toestel om effectieve veroudering aan te brengen en dit om een grap mee uit te halen. Een vriend van de professor komt vaak op archeologische sites en hij gaat dit ergens diep verbergen in de grond. Als ze bij het opgraven dit tegenkomen, zal deze munt hen een beetje bezighouden. Zelfs als ze een koolstofdatering zullen doen, dan zal het lijken alsof deze muntstukken honderden jaren oud zijn. Hij is echt benieuwd of ze zich gaan laten vangen. Meestal zijn in deze eenvoudige stad sites beginnelingen aan het werk of onervaren studenten. Misschien komt de professor nog in de geschiedenisboeken met deze grap. Zot zijn doet geen zeer, het kriebelt alleen een beetje. Het filmpje heeft de professor versneld laten weergeven omdat X zonder abonnement maar 2 minuten en 20 seconden beeld kan bevatten. Dit was de voice-over van Nancy, de artificiële onderdanige slavin van de professor.